Hoi en welkom bij Fem. Deze hele week laten wij onze look of the day zien, dus vandaag ga ik dat doen. Check ook de video's van de andere meiden, die hebben allemaal een look of the day geüpload op hun eigen manier. En ja, ik begin met de make-up. Ik heb het gefilmd, check hier de beelden. Ik gebruik het liefst het Naked 3 palette, een beetje lila, nude-achtige kleuren en glans, daar hou ik van. Ik hou heel erg van glans. Dan mijn haar. Ik heb een beetje volume gecreëerd door rollers te gebruiken. En ja, het geeft toch een beetje een soort van zwiep in mijn haar, wat ik heel mooi vind. En anders is het heel sluik met rare golven erin en dit vind ik dan toch net iets mooier. Dan de outfit. Dit is wat ik vandaag aan heb. Dit is een blouse van American Apparel. Ik had hem al in het paars en ik heb hem nu in meer kleuren gehaald. Ik heb hem in Londen gekocht. En die is transparant. Er zit een soort huidskleurig topje onder. Dan deze Levi's broek. Dit is echt mijn favoriete broek. Hij heeft een soort van metallic iets hier. Ik vind hem erg mooi. En dan daaronder mijn Marc Jacobs flatjes. En die zijn gewoon zwart met zilver. Dan deze tas. Dit is een lookalike van een hele dure tas. Die heb ik in Dubai gescoord. Op mijn nagels heb ik een soort neon koraal oranje gel lak. Dan heb ik mijn zilveren ringetje om. Met steen erin. Aan deze kant heb ik een zilver infinity ringetje om. En deze twee armbandjes van Karma en King Karma. Ik vind ze erg mooi. En tenslotte heb ik dit kettingje om. Met een klein staafje met steentjes erin. Heel klein en luchtig. Vind ik leuk. En het is het. Dit is mijn look of the day. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik ga nu lekker naar lunchafspraak. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Doeg! Oh, ik zie dat ik wat vergeten was. Deze oorbellen heb ik ook nog in. Dus roze kwarts, mijn favoriete steen. Hetzelfde als mijn armbandje. Ik weet dat merk niet, maar het is heel leuk. Ik ga jullie vandaag mijn outfit of the day laten zien. Inclusief make-up en haar. Want deze week is het themaweek bij Fem. En dat betekent dat we allemaal weer onze